mensen, Gameboos hier. Welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag doen we weer de championship uitdaging. Die is er natuurlijk ongeveer elke maand. Elke maand speel ik hem ook en eigenlijk haal ik hem elke maand wel. Maar verder doe ik er niet zoveel mee, maar ik wil het gewoon halen. Gewoon puur om het simpele feit dat je gewoon hier een emoji krijgt. Je krijgt allemaal sterpunten, je krijgt coins, je krijgt gewoon behoorlijk veel als je deze uitdaging gewoon speelt. Dan hoef je niet eens mee te doen aan de vervolguitdagingen, zeg maar in de championship, dat je ooit kan meedoen met WK. Dat gaat mij toch niet lukken. Ik wil gewoon deze rewards krijgen en dat gaan we dus vandaag proberen weer te doen. En hoe ik dat ga doen is op een speciale manier, want jij hebt momenteel de punkers en ik ga proberen elk potje te spelen met Bikers 2. En dan probeer ik dus 15-0 te halen door alleen maar met Bikers 2 te spelen. We gaan eens kijken wat daar terecht van gaat komen. En ik vind het er wel heel vet uitzien. Zo, die punkers, die afbeelding. Die bus, die heb ik dus al. Die kreeg je in de Brawl Pass. Maar die Bikers 2 heb ik nog niet. En die Poco, die koop ik dan binnenkort wel een keertje. Doen we daar een andere challenge mee. Maar voordat we gaan beginnen, doe dat duimpje omhoog. Zouden we 4000 likes kunnen halen. Zou super tof zijn als het gaat lukken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van mijn Brawl Stars video's en is natuurlijk net zo leuk en doe je mij gewoon plezier mee. En waar je mij ook een plezier mee doet, is als je iets koopt in Brawl Stars, bijvoorbeeld zo'n aanbieding zoals je hier links ziet, of als het nieuwe Brawl Pass uitkomt en zo, gebruik de code BOOS, wordt gewaardeerd. Maar ik ga hem nu kopen. Bikers 2 is gekocht en ik vind hem, om eerlijk te zijn, behoorlijk vetter uitzien. Ja, ik vind hem echt heel nice. In ieder geval vetter als de skins die ik nu heb. Ik heb trouwens nog maar één skin van Stu, dat is deze. Maar ik vind hem beter. Dus we gaan gewoon lekker met deze spelen. Ik ben met Eroy en Shadows en we gaan gewoon de uitdaging doen. Ik laat van elke game mode één potje zien, zodat het niet een video wordt van 40 minuten, maar zodat jullie gewoon lekker een samenvatting krijgen van max 20 minuten. Dus we doen het op die manier. Ik zal even overleggen welk team en dan kunnen we beginnen. Oké, hier gaan we dan. Knokbal. Ik denk dat we dit wel moeten kunnen winnen. Trouwens, ik heb de afgelopen maand niet heel veel Brawl Stars gespeeld. Zoals jullie waarschijnlijk al weten, ben ik op vakantie geweest. Dus het is voor mij ook weer even wennen en inkomen af en toe. Mochten jullie denken, Joran, waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Ik kan hier nu even mijn super inzetten. Dan kan het dus daaraan liggen. En ik zal hier even kijken. Oké, nice. Shadow scoort al. Top 1-0. Het zou wel geniaal zijn trouwens als we gewoon de 15-0 kunnen halen. Dat zou echt ziek zijn. Ik kan trouwens hier ook door een muurtje heen. Kijk, boom, 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 boom. Dat is op zich ook wel chill. Ik moet trouwens wel een beetje oppassen, want ik heb niet heel veel HP meer. Maar Eroy kan nu wel scoren. Ja, easy game. Oh, dit ging echt heel erg makkelijk. Maar zoals ik al zei, ik laat van elke game mode één potje zien, zodat het niet een ultra lange video wordt. En we voltooien wel ziek veel opdrachten op dit moment. Dat is wel nice, omdat ik natuurlijk afgelopen maand wat minder heb gespeeld, heb ik nu vet veel opdrachten. En we krijgen nu een knokdoos. En daar ga ik denk ik binnenkort nog wel even een video over maken. Dat we proberen heel veel opdrachten te voltooien voor de nieuwe knokken die uit gaat komen natuurlijk. Maar ik zie jullie op het moment dat we bij belegering zijn. Dus tot dan. Oké, nou nu moet het gaan gebeuren. Oh, Shadows kan die bal nog binnenlopen. En hij scoort hem nog. Haha, nice. Oké, dit was de derde knokbal game. Die hebben we ook gewonnen. Deze tegenstanders waren al iets minder slecht. Dus dat is op zich niet heel goed dat we nu al goede tegenstanders komen. Maar ik heb de reactie vrijgespeeld. Hey. Dit was eigenlijk de voornaamste reden dat ik wou spelen. Gewoon die pin, die wil ik vrijspelen. Even checken hoe goed deze lui waren. Oh, die waren helemaal niet goed. Oké, misschien waren dit ook tweede accounts. Dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval, we hebben gewonnen. We gaan nu belegering doen. En op zich denk ik dat stoel in de meeste maps wel werkt. Ook in deze map. Want je kan ook muren kapot maken. Dus als je veel muurtjes hebt, kan je gewoon muren kapot maken. Maar we gaan even overleggen wat team we nu gaan zijn. En dan gaan we het eerste potje belegering ook opnemen. Nou, hier gaan we dan. Uiteindelijk is Eroy Jean en Shadows is Sandy. Dat zijn allemaal prima knokkers. Dus dat is wel zeker weten, chill. Moet ik hier even helpen? Ja, top. En ik kan hier even de muurtjes kapot maken. Zodat we gewoon lekker de ruimte hebben in het midden. Dat is wel chill. Ja, want als die muurtjes helemaal kapot zijn, dan kunnen ze helemaal niks. Bijvoorbeeld zo'n Edgar, die is dan echt totaal kansloos. Maar als hij zo gaat spelen zoals hij nu doet, dan is hij ook al kansloos. Oké, die is ook weg. En dan kan ik eventueel zo meteen nog muurtjes hiervoor ook weghalen. Ik ga het gewoon hiervoor ook weghalen. Ah, die was net niet lekker. Die was net niet lekker. Dat is jammer, maar zo heel veel maakt het ook niet uit. Ik denk dat we alsnog steeds echt makkelijk kunnen winnen hier zo. Ja, dat kan haast niet anders. Gaan ze al opgeven? Nee, ze geven nog niet op. Oké, ik ga nu even weg. Anders gaan we misschien dood. Nee, oké, maar dit gaat helemaal een eitje worden. Easy game! En dan staan we zo meteen 4-0. Jongen, Bikers 2 OP! Oké, dit is wel heel lekker. Ik denk met de volgende aanval dat we hem wel hebben. Dat denk ik wel. Oh, heerlijke pool van Eroy. En hij overleeft het ook nog gewoon. Die was wel echt heel nice. Eigenlijk moet ik die nieuwe reactie zo meteen eventjes selecteren. Kunnen we deze ook nog pakken? Dan hebben we robot van 8 of 9.
We hebben er nu één van 8. Onze tegenstanders hebben er nog steeds geen 1 kunnen pakken. Geen 1 nog. Oké, dat was weer een kill. Kan je je trouwens nu ook binnen bereiken? Oh, nee. Ik dacht misschien omdat je onzichtbaar bent, maar dat is niet het geval. Maar dat maakt ook niet uit, want we gaan het nu sowieso kunnen afmaken. Dat kan niet anders. Ja, dat moet haast wel. Oké, dat is weer een kill. Ja, oké, we kunnen nu afmaken. Is in game. Dat betekent dat we nu momenteel 4-0 staan. Trouwens, mocht we een potje tussendoor verliezen, laat ik dit sowieso zien. Krijg ik nog een grote doos. Trouwens, ik kan ook nog gadgets en sterkrachten krijgen uit de grote doos. Omdat ik afgelopen maand wat minder heb gespeeld, heb ik niet alles gekregen. Maar de komende 2 potjes neem ik dus even voor mezelf op. Tenzij we dus verliezen of dat ik bijvoorbeeld krijg uit de volgende grote doos. Nou, we hebben het laatste potje belegering ook gewonnen en we hebben nog steeds niks verloren. Trouwens, die opdracht met 8 gevechten, die gaan we nu sowieso halen met Stu. Dus dat is wel nice. Maar we staan dus momenteel 6-0. We hebben nu premie en het eerste potje laat ik dus eventjes zien. Misschien moet ik nu die andere gadget selecteren. Misschien is dat handiger. Ja, gevaarzone dan edelstenen ga. Ik denk dat ik nu die andere gadget ga selecteren. Ik zal even overleggen. Oh, ik ben nu vergeten op te nemen. We zijn trouwens net begonnen. Oké, maar helemaal prima. Ik zal hier even de boel kapot gaan maken. En dan kunnen we hier even gewoon zorgen dat ik die muurtjes kapot maak. Er komt op neer. Ik zal even weggaan. We staan nu momenteel 7-0. Dus dit gaat wel vrij goed. Shadows is trouwens Piper, Eroy, die is Nani. Gewoon prima teampje. Zo ja, daar kunnen ze helemaal niet zo heel veel tegen doen. En die Dyna, die kan ik nu ook pakken hier. Ja, dankjewel. En ik zal even hier dit muurtje kapot maken. En oké, die Brock die maakt in het midden ook alles kapot. Dat is eigenlijk alleen maar prima. Dat is alleen maar prima. En daar ging Dyna. En ik zal dat muurtje hier nog even kapot maken. Stel, je gaat zo van achter. Ah, je kan net niet lekker alles kapot maken. Dat is irritant. Ik heb ook geen idee waar die Dyna mee bezig is. Oké, dat was alweer van Dani. Jongen, dit is echt een eitje. Dit is echt heel makkelijk. Hoe kunnen die tegenstanders zo belachelijk slecht zijn? Weet je, dit is echt niet normaal. Ik ben niet eens in vorm, maar we winnen zo hard. Oké, die kan ik ook hebben. Ja, dan heb ik en Shadows nu al maximaal aantal sterren. Alleen Eroy heeft nog niet. En hun hebben nog geen 1 kill gemaakt. Nog steeds niet. Maar dat is voor ons alleen maar prima. Ja, dat is helemaal prima. Oké, al die schoten van die Brock ook ontweken. Dit is gewoon perfect. Oh, nou, dan raakt hij me helaas toch nog 1 keertje. Eigenlijk moet Eroy nog even maximaal aantal sterren hebben. Dat zou helemaal mooi zijn. Volgens mij heeft die Colt al een soort van opgegeven. Zijn auto-emo ook alleen maar. Nu doe ik dat toevallig ook. Maar af en toe kan ik dat, weet je. Zo Brock en Colt, dan moet je echt richten. Dan kan je niet op auto-emen. Zo weer even die Piper helpen. Gaat dit goed? Ja, Eroy kan die kill denk ik wel maken. Oké, toch even helpen. Gaat Eroy daar nog kill maken? Nee, oké, die gaat geen maximaal aantal sterren krijgen. Maar we hebben toch vrij makkelijk gewonnen. Ah, toch nog 1 kill. Ah, ze hebben 1 keer ons weten te killen. 45-7, easy game. Oké, de volgende potje speel ik weer even voor mezelf. En dan zien jullie me zo meteen aan het eind weer. Als we door zijn, naar gevarenzone. Nou, we hebben ondertussen de potjes premie gehaald. We gaan nu gevarenzone spelen. Eens kijken hoe dit gaat. Ik denk dat dit ook wel goed moet komen. Ja, edelstenen graag gaat het moeilijkst worden. Want daar heb je echt goede tegenstanders. Even kijken hoe goed het lui zijn waar we nu tegen moeten. Wat, dit moeten wel 2 accounts zijn toch? Jongen, die lui zijn zo slecht allemaal. Ik ben benieuwd of we nog 1 goed team tegen gaan komen. Maar nu in ieder geval gevarenzone. En ik denk dat die 15 wins wel moet lukken. Ja, 15-0 is altijd een uitdaging. Maar 15 wins, dat kan haast niet fout gaan nu. Ja, dan gaan we dan. Het zoeken naar een team duurde wat langer. Geen idee waarom. Maar dat maakt nu niet uit. We kunnen in ieder geval ervoor zorgen dat we misschien zo snel mogelijk muurtjes kunnen gaan slopen van de tegenstanders. Dat is eigenlijk wat mijn taak moet zijn. Oké, even wat HP erbij. En die Ems die moet nu eigenlijk dood. Ik zit eigenlijk te twijfelen welke muurtjes ik moet kapot maken. Ik denk onze eigen muurtjes. Stel ze hadden een troon, dan had ik die muurtjes kapot kunnen maken. Ik zal even nu mijn super inzetten. Oh, die is al bijna dood. Oh, ja, shit. Ik miste net die Ems. Oké, die is nu gelukkig dood. We staan voor. Ik zit echt te twijfelen welke muurtjes ik kapot zal maken. Ja, die muurtjes, ze zijn goed qua defense, maar ook als aanval, zeg maar. Het is een beetje een lastige. Oké, ik kan nu even mijn super neerzetten om wat HP erbij te krijgen. Die Ems is nu dood, dus dat is chill. En oké, dit potje gaan we wel winnen. Ik zal zo meteen even aan Shadows en Eroy vragen welke muurtjes het handig zijn. Als er een troon is bij de tegenstanders, dan moet ik sowieso dit muurtje hier zo, waar nu die Bibi achter zit, kapot maken. Oké, maar dat is nu niet nodig, omdat ze geen troon hebben. Anders is zo'n troon heel irritant en die kan je dan bijna niet killen.
Maar dat maakt nu niet uit, want die hebben ze niet. Die hebben ze niet. Oké, we hebben nu al bijna gewonnen. Die kill heeft gewoon gouden M's. Dat is wel ziek. Oh, ik speel niet heel lekker. Sowieso dat hier ergens nu die Bibi loopt. Ja, zolang die ons niet gaat aanvallen, is er niks aan de hand. Top easy game. 100% tegen 16%. Kijk, dat zijn de aantallen die je wil hebben. Maar zou die M's nou goed zijn of niet? Ik heb geen idee. Die M's die had wel gouden M's. Ja, die heeft 38.000 trofee en 28.000 3 plus 3 winst. En we hebben zo makkelijk gewonnen. Ik denk dat hij met random speelde. Dat moet haast wel. Maar in de komende twee potjes speel ik gewoon weer even voor mezelf. Ja hoor, het laatste potje gevarenzone hebben we ook gewonnen. Dat betekent dat we nu 12-0 staan. En de tegenstanders worden ondertussen al wel iets beter. Nog 1000 sterpunten erbij. We hebben bijna momenteel 150.000 sterpunten. Oké, 27.000, 23.000. Kijk, dit zijn niet meer van die extreme noobs. Maar we hebben nu edelstenen graai. En op zich denk ik dat Stu hier ook wel gaat werken. Dan kan je die muurtjes bovenin kapot maken. Ik denk dat Stu gewoon prima is. En dan, oh ja, Jean, Amber erbij. Ik denk dat dit wel moet gaan werken. Het eerste potje laat ik zien. Dan speel ik even een potje tussendoor. Oh, nou, weet je wat? Ik laat het eerste potje niet zien. Ik laat het laatste potje zien. En als we verliezen, laat ik het ook zien. Maar dan krijgen jullie het laatste potje zien. En dat is ook het spannendste potje. Want als we nu deze twee potjes winnen, hebben we dan een 15-0. Als we het laatste potje dan natuurlijk ook winnen. Dus tot het laatste potje, dan zie ik jullie weer. 2-1. En dat betekent dat we nu momenteel 14-0 staan. En dat is best wel nice. Ja. Jongens, toe OP. Oké, dus nog één potje winnen. En dan hebben we gewoon de 15-0 gehad met de Stu-skin. Ja, nog steeds niet echt een pro-team tegenkomen. Misschien dat het laatste potje gaat gebeuren. Jullie zien het 0-0 en nog één win te gaan. Hebben we nog 1500 sterpunten erbij. Let's go. Oké, Jean, Sandy, Stu. Oké, dat is prima teampje. Dat is een beetje hetzelfde als wat wij hebben. Oké, dan ben ik benieuwd. Dit potje laat ik dus eventjes zien. En als we deze winnen, dan hebben we het gewoon gehaald. Maar ja, dan moeten we natuurlijk nog wel eventjes winnen. En dat is niet zo makkelijk. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo wou ik het eigenlijk zeggen. Oké, ik wist dat die Sandy dat zat, maar ik ging te aanvallen. Oké, eventjes weer focus erbij. Dit potje moet goed komen. Die Sandy is zo irritant, jongen. En ja, die heeft me nu niet kunnen hitten. En die Stu. Bij hun pakt die Stu de krachtpunten. Ja, eigenlijk zou ik dan eerder voor die Jean kiezen. Maar dan moet ook lekker, moeten ze ook lekker zelf weten. Weet je, dat maakt mij niet zoveel uit. Oké, dat was één kill. En die Sandy, die heeft nu redelijk wat HP eraf. En Eroy heeft ze super, dus dat is wel nice. Ik moet nu eigenlijk er even voor zorgen dat ik daar wat muurtjes kapot kan maken. Maar ja, dat gaat niet zo lukken. Ik moet zorgen dat hun geen defense meer hebben. Dat al die muurtjes erachter weg zijn. Maar ja, dan moet ik eerst daar terecht zien te komen voordat ik überhaupt daar muurtjes kan kapot maken natuurlijk. Misschien dat dat nu zou kunnen gaan lukken. Ik zal nu even richting die Jean gaan. Want ik vind die Jean behoorlijk irritant. En oh shit. Ik heb hem net niet kunnen killen. Irritant. Oh, dit is wel echt een spannend potje. Het staat nu gelijk. Eroy overleeft dit gelukkig nog wel. Ja, dat scheelt. Is dit met HP eraf? Nee, dit is niet met HP eraf. Dus dat is ook chill. Oké, we staan nu voor. Dus dat is goed. Die Sandy die heeft zijn gadget. Dus daar moesten we even oppassen. En oh, hij had hem bijna, Oh, hij is nu bijna dood. Oké, top. Misschien dat we nu eventjes die muurtjes kapot kunnen gaan maken. Ik zal even, in ieder geval iets qua muurtjes, maar dat was niet heel goed gericht. Als je goed richt, kan je al die 6e muurtjes in één keer kapot maken. Ja, dat heb ik nu niet gedaan, dus dat is eigenlijk een beetje slecht voor mij. Maar dit gaat prima. Misschien dat we nu die stoel kunnen pakken. Ja, en dan moeten we nu aftellen. Ik kan trouwens doodgaan. Want Eroy die heeft al 10, dus dat is helemaal prima. Dus ik ga gewoon meehelpen verdedigen. Top, dat was die Sandy. En hebben we alleen die Jean nog. Easy peasy, het is gelukt. Het was een spannend potje, maar het is goed gekomen. Uiteindelijk viel het wel mee hoe spannend het was. Haha, nice. 18 edelstenen uiteindelijk verzameld. Maar nu ben ik benieuwd hoe goed deze lui waren. Maar het mooiste is dat we nu de 15-0 hebben gehad. Met de nieuwe biker skin. Ik zeg het niet helemaal goed. Maar dit is toch wel eventjes heel leuk. Ja, dit is altijd nice. Dan hebben we bij eSport kunnen we ons aanmelden voor de kampioenschap. Maar ga ik niet doen. Maar hoe goed waren die lui? 29.000, 34.000 en 32.000. Het enige team wat wel redelijk was, hebben we als laatste team gehad. Maar ook dat team hebben we vrij makkelijk verslagen. Dus al met al, een eitje. Nee, dat was dit voor deze video. Bedankt voor het kijken.
vrienden dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!